Goedendag. Ik heb een hele goede TomTom, maar toch laat hij me in de steek. Welke kan ik de beste nemen? Waar ga je heen? Hè? Waar ga je heen? Nou, ik wil eigenlijk deze weg volgen. Maar jij hebt een motor. Ja. Dus ik denk als jij hier binnen doorgaat, ga je dan rechtdoor, pak je de gewone weg. Ja. En dan ga je gewoon weg met die auto. Oké. Kijk uit achter je, kijk uit. Hij rijdt gewoon door hoor. Ja. Hey, bedankt voor de moeite. Super. Dankjewel. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe Runskies. Runskies Adventures. We gaan vandaag weer een leuke tour maken. Ik ga niet zeggen waar we naartoe, omdat het niet echt belangrijk is. Het is gewoon een daily ride. Dus het is een alledag, niet een alledaagse rit, maar het is geen tourrit, zeg maar. Ik neem u gewoon mee. Maar... ik laat de GoPro gewoon aan. We komen nu in Driemond. Ik laat de GoPro gewoon aan en ik laat u meegenieten. Voor mij komt de vrachtwagen. Dat is heel jammer. En dat betekent dat u de hele tijd opgezadeld wordt met een vrachtwagen. Nou, daar zit u niet echt op de weg, lijkt mij. Maar Ronald, je kan toch inhalen met een motor? Ja, dat klopt. Dan moet die verkeersregel dat wel toelaten. En als je een dubbele doorgetrokken streep hebt, gaat dat er niet in zitten. Dus dat wordt netjes achter elkaar blijven rijden. Kijk, dit is wel een mooie shot. We zitten nu dus in Driemond. Het is een leuk stukje. Het weer is fantastisch, dames en heren. Het is strak blauwe lucht. Maar ja, het is fantastisch lekker weer. Er staat een klein windje. Ik schat de temperatuur op zo'n 17 graden. Het is 10 uur 's ochtends. In de ochtend. Dus alles wijst erop dat het een lekker ritje gaat worden. En ik heb zin in. Amsterdam. Nou, dat verklapt al een klein beetje welke richting we op gaan. We zitten nu dus in de buitenwijk van Amsterdam. God, wat is het lekker weer, hè? Om te rijden. Echt lekker weer dit. Kwam daar een beste file. Dat is niet zo mooi. Een beste file.
Sorry. Goedendag. Ik heb een hele goede tomtom, maar toch laat hij me in de steek. Wil ik een kijk de beste nemen? Waar ga je heen? Hè? Waar ga je heen? Nou, ik wil eigenlijk deze weg volgen. Maar jij hebt een motor. Ja. Dus ik denk als jij hier binnen doorgaat, ga je dan rechtdoor, pak je de gewone weg. Ja. En dan ga je met de gewone weg van die auto. Oké. Okay. Kijk uit achter je, kijk uit. Dat is wat makkelijker, hè. Hij rijdt gewoon door, hoor. Ja. Hey, bedankt voor de moeite. Super. Alsjeblieft, hoor. Dankjewel. Nou, dat is even een omleiding. Aardig, man. Volgens mij een klein slokje te veel op. Thank you.
Dan ga ik iets doen wat niet mag. Nou, dit was een heel klein omleidingje. Ik dacht het wordt een hele grote. Ik dacht dit wordt een hele grote omleiding, maar het valt reuze mee. Kijk, van daar kwamen we vandaan. Dus. Dus een klein omleidingje. Stel er niet veel voor. Een stukje stoep. Ik heb de TomTom een spannende route laten maken. Naar huis. Nou, spannend is die. Waar is TomTom wel in geslaagd? Hij heeft me half Amsterdam laten zien. Nou, tot zover dit filmpje. Ik laat het hierbij. Vond u dit nou leuk? Druk dan op de like button. U kunt ook op abonneren klikken. Dan krijgt u een e-mailtje wanneer er een nieuw filmpje online komt. Ik wil u bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!